21 december staat choreografe Isabel Beernaert voor het eerst in 19 jaar in de stadsschouwburg van haar geboortestad Kortrijk. De stad die ze als 8-jarig meisje verliet om de stem van haar ziel te volgen en ballerina te worden. Laat me is niet alleen de naam van haar 10e dansproductie, maar blijkt ook de rode draad in haar leven. Wauw! Dat is een schitterend ding. Isabel, we staan op een unieke plaats, bovenop de Sint Maartenstoren. Goeie plaats voor nog wat vragen te beantwoorden. Kies een envelop? Ja. Neem de bovenste. Ja. Over opgroeien. Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd. Dus leef, want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig. Maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. De eerste zin, het leven gaat voorbij, ja. Dat is iets dat ik denk dat iedereen moet beseffen. En daarom de momenten koesteren, ook de mensen koesteren. En daar ben ik altijd al bewust van geweest, maar de laatste jaren nog veel meer. Want een van de eerste grootste momenten was toen ik vertrok aan 8 jaar, voor op internaat te gaan. Maar dan het verlies van mijn zusje als ik 23 was. Ja, dat was wel heftig. Mm-hmm. Er is zo weinig tijd, ja. Maar als je overhaast, als je te snel de tijd opslort, dan ben je ook niet in het moment. Dan kan je ook niet genieten. Dus leef, want je bent vrij. Daar laat me eigenlijk over. Hoe vrij zijn we? Of hoeveel vrijheid laten we onszelf toe? Dus ik denk dat laat me eigenlijk rond het begrip vrijheid, vrij zijn, enorm zal gaan. En dan zeggen ze, maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Ja, maar wat is verstandig zijn? Dat is voor mij een heel groot vraagteken. Maak mensen blij sowieso. Dan dat je gelukkig bent als je mensen blij maakt, dat weet ik. Want na al die jaren dansen en produceren en lesgeven en hoe ik zie hoe de mensen reageren, de leerlingen, de dansers, hoe dat ze gelukkig worden door dansen of door de productie die ik gecreëerd heb, ja, dat is eigenlijk mijn stimulans. Mm. Het leven is kort. Het is te zien in welke perceptie. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Ja, maar ik ben niet onblij van ouder te worden. Maar ja, het is natuurlijk spijtig dat je vel niet meer zo strak is en dat je lichaam wat vervormt en zo. Maar de wijsheid die ik nu heb, of de maturiteit, ja, eigenlijk als we zo zouden beginnen, denk ik dat we andere keuzes zouden maken in ons leven. Ik denk dat dat wel, ja. Zit er nog wat kind in Isabel ook? Maar heel veel. Aha. Heel veel. Klaar voor de volgende songtekst. Ik heb er nog niet veel geraden, hè. Nee, ik word zo geabsorbeerd door die tekst en dan denk ik niet, het is een lied. Allee, ik ga mijn best doen. Over verdraagzaamheid. Ik ben mama, hè. Ik moet heel verdraagzaam zijn. Papa's ook, hè. Er zou geen Jood en geen Zigeuner meer bestaan als het net even anders was gegaan. Geen Surinamers waren hier gekomen en geen Molukker was Europeaan. Geen gastarbeider was in dienst genomen als het net even anders was gegaan. Een zeer mooi merk, ik weet niet van wie dat is. Het is, ik heb het eigenlijk ook ontdekt, eerlijk zijn. Okay. Het is van Herman van Veen. Eigenlijk gaat het over nazisme.
En die zich vaststelt, stel dat Hitler gewonnen had, hoe zou de geschiedenis geschreven zijn? Ja. Ik dacht, ik zal het erbij plaatsen, omdat ja, verrechtsing, extremisme, het zijn termen die we in de VV heel vaak horen. Ik zie ook op het danstoneel staan er heel veel nationaliteiten, culturen. Wat is uw gevoel daarbij? Nee, dat is wie ik ben. Ik heb me ook... mijn papa is... Allee, Kortrijks aan, eigenlijk West-Vlaming, maar is eigenlijk getrouwd met mijn mama, die eigenlijk Italiaans-Frans is. Ja, ja, ja. Dus ik zit al met twee invloeden hè, in mijn bloed. En ik heb mij eigenlijk het woordje zigeunerin, ik heb me altijd een beetje een zigeunerin gevoeld, want ik heb heel veel mij verplaatst. Hè. Dus ik ben in Kortrijk geboren, ben dan gaan studeren naar Antwerpen, naar Parijs. Ik heb heel veel gereisd. Ik voel me weer zo'n soort wereldburger. Maar toch trots om Kortrijks aan te zijn, dat zeg ik niet. Maar ik denk dat ik mijn verschil en mijn openheid en mijn diversiteit en mijn cast en mijn dansers kies. Ik kies dat ook in mijn muziek, maar voornamelijk in mijn dansers. Want mijn compagnie bestaat eigenlijk alleen maar uit verschillende nationaliteiten. Polen, Japan, Taiwan, Sicilië, Suriname, Indonesisch, Nederlanders, Belgen uiteraard, Spanjaard, nu Portugezen. Dus alle talen ook... Maar de taal in de danswereld is voornamelijk Engels. Okay. Ja. Maar Zwitserland, dus als ik audities doe, ze komen van overal ter wereld. En ik neem ook... Ik ga niet zeggen bewust, maar onbewust heb ik altijd een heel diverse cast, qua lengtes, qua technische opvoeding, qua kleur, qua vorm. En wat ik al opgemerkt heb, is ik probeer dat in harmonie te laten komen. Dus ik geef ze allemaal hun individuele plek, maar toch breng ik ze altijd tot één geheel. En dat lukt me altijd. En vraag me niet hoe ik dat doe, maar dat gebeurt. Dus... Eigenlijk is dat levende bewijs bij de dansers, kan het. Alle religies, alle nationaliteiten, welke opvoeding je ook gehad hebt, kunnen samen functioneren. Ik denk wel dat je je territorium moet beschermen. Ik denk dat iedereen ook respect moet hebben. Een land is zoals een huis. Dus de regels moeten wel gerespecteerd worden. En dat vind ik ook de schoonheid. En dat is waar ik vind dat de mens moet evolueren, van daar flexibeler in te zijn. Ik kom bij jou thuis en ik ben blij dat ik ontvangen ben. Dat is hoe het moet. Voor mij verdraagzaamheid is vertrouwen hebben en is ook een teken van liefde. En daar heb het, zoals ik daarnet zei, in het Stadsschouwburg, is... Mensen leven te veel vanuit hun hoofd en niet vanuit hun hart. En daarom is er niet genoeg verdraagzaamheid. En ja, ik denk dat het... Verdraagzaamheid is vertrouwen. Mm-hmm. Vertrouwen dat iedere mens eigenlijk liefde is. Ja. Zal je nog eentje doen? Ik neem altijd bovenste. Ja, maar zeker met zicht hier op de natuur in de verte. De bomen, de bossen. Over het klimaat, over onze planeet... Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Louis Neefs. Het blijft actueel, hè? Ja, ik woon zelf in het bos. Ik heb daar een bewuste keuze voor gemaakt. En... Ik denk dat we moeten leren naar de dingen anders kijken. Natuurlijk, we leven in een materialistische wereld en materie is belangrijk op een bepaalde manier. Maar niet een destructie van de natuur, die eigenlijk... Wij zijn natuur. Mm-hmm. En als we dat niet respecteren, dan gaan we het allemaal naar de knoppen helpen. En ook wij, onze emoties, ons lichaam, alles functioneert zo wispelturig als de natuur. Er is een ritme, maar dat ritme is wisselbaar, flexibel. En we proberen veel te veel, weet je, te structureren, te controleren.
De mens is bang bang van verandering. Maar alles is steeds in verandering. Alles verschuift steeds, alles is steeds in beweging. En ja, dat is ook een beetje wat ik doe met mijn choreografieën. Hè? Ja. Leven is dans. Het leven is dans, ja. Dat is trouwens mijn volgende titel. Aha. Dans. Het leven. Ja, dans het leven. Ja, maar dan niet in het Nederlands. Okay.